magische plekken. Nou, daar gaat hij. Het gedicht heet Terugkeer. Daar ben je weer, Anne. Voor altijd terug op dat vredige Merwedeplein. Dat je tegelijk voor altijd verlaat. Op weg naar een onontkoombare trein. Je staat daar zo trots en verstandig. En bijna vergevingsgezind. Geflankeerd door bossages, niet jong meer en toch nog een kind. De wolkenkrabber strijkt 's morgens met zijn schaduw over je hoofd en later glanst weer dat lachje om alles wat ze je hadden beloofd. Een huis om te dromen en een leven vol boekenreizen en hartstocht, een wereld waarin de mensheid haar ziel nooit meer verkocht. In brons kijk je nu met de ogen van die andere wereld op ons uit. Welkom terug, Anne, op het plein waar je woonde in Amsterdam-Zuid. Dankjewel. Ja, dat gedicht heet Terugkeer en dat staat in mijn bundel Café Egidius. Ik wil even het begin voorlezen van Terug naar de Stichtstraat. En dan moeten we ons maar in beweging zetten. Ik hoop dat iedereen een pluutje bij zich heeft of een goede capuchon. Dit boek is het enige wat momenteel hier verkrijgbaar is. Mijn uitgever die heeft een voorraadje bij zich. Hij zit altijd in een tas te tasten. Oh, je paraplu. Oh, ik dacht dat je al boeken wilde gaan verkopen. Dat gaat lekker snel. Dat kunnen we aan het einde wel afhandelen. Eerst maar eens even kijken of het wat is. Het begin is zo. Sinds de hondsdagen van 2003 had ik me niet meer laten zien in Amsterdam. Gravend in het verleden en schetsend voor een plaatwerk over Zuid. De verteller van deze boeken is altijd een tekenaar. Dat ben ik ook, maar ik ben er nooit mee doorgegaan. Schetsend voor een plaatwerk over Zuid had ik me toen niet alleen in een groezelig liefdesavontuur gestort, maar was ik ook en vooral gevaarlijk dicht in de buurt gekomen van bepaalde schimmen die je maar beter met rust kunt laten. Om te beginnen mijn eigen schim. Een man alleen in een grote stad, hartje zomer, ook nog tijdens een hittegolf, die alles vloeibaar en onwerkelijk maakte. Zo had ik mijn gezinsleven en allerlei andere zekerheden op het spel gezet. Nou, dat ik weet daar toch aan te ontsnappen. Houd me een tijdje verre van Amsterdam, maar dan krijg ik een telefoontje. Of ik. We zeggen de ik in het boek. Dus als ik ik zeg, dan bedoel ik eigenlijk de verteller. De tekenaar, dat ik, hoe zal ik het, het is een alter ego van mij, een kloon. Maar het is wel allemaal echt gebeurd. Het is niet allemaal echt gebeurd, maar het is meteen een goede vraag. Ik beschrijf wel mijn kindertijd in de Stichtstraat. Alle buren die ik beschrijf hebben bestaan, maar ik heb ze met name een oorlogsverleden toegedicht. Dat ik van A tot Z uit mijn duim gezogen heb. Maar alles wat ik heb meegemaakt in de Stichtstraat als kind, dat is genuine, zeg maar. Dat is dat. Mijn oude lagere school staat in de Roerstraat. Een rode bakstenen voorgevel met ramen onderverdeeld in kleine ruitjes. Rechts de Theodorusschool waar mijn vriendje Leonard en ik naartoe gingen. Links de Mariaschool voor de meisjes. Van elkaar gescheiden door klapdeuren waartegen verduisteringspapier was geplakt. Ja. Meisjes. Zag je alleen in het speelkwartier, in de verte, ondersteboven in hun petticootjes aan het klimrek hangen. Of zingend touwtjes springen. Ze kregen les van nonnen,
die er stil en streng uitzagen en van wie er werd gezegd dat ze kaal waren. In de meeste klassen kreeg je les van fraters, die ik mij herinner als moederlijke mannen. Ze spraken met een zachte G, droegen jurken en kwamen bij je op bezoek als je ziek was. Broeder Mauritius, broeder Ramon, broeder Jean, bijgenaamd Appeltje, die me nog in het Onze Lieve Vrouw gasthuis heeft opgezocht na mijn blinde darmoperatie. En broeder Hubertus, bijgenaamd Peertje, het hoofd der school, die zomer en winter een alpinopet droeg. Waar zijn jullie gebleven, broeders? Kom nog eens langs. De Roerstraat, meer plein dan straat, net als de Jekerstraat en de IJsselstraat. En met, ik heb IJsselstraat hier verkeerd geschreven. Dubbel S. En met dubbel S, ja. Ja. En met, en met vergelijkbaar. Dan staat het ook op de naambordjes. Met dubbel S? Met één S. Met één S. Ja, het is een andere IJssel dan daar waar ik nu woon. Ja. Ja, dat komt door jou. Met vergelijkbare gevangenismuren, maar ik pak de draad zo weer op. De aanblik van onderwijsinstellingen in Zuid, het zal dan ook niemand verbazen dat de SD tot het bombardement van november 1944 in een school aan de Euterpenstraat heeft gezeten. Overigens is dat een van de mooiere gebouwen, boogvensters, een statige toren met een wijzerplaat in art deco stijl, half aan het oog onttrokken door een rij populiere, lijkt deze school het meest op een klooster. Ver weg in Brabant of Limburg of diep in Bourgondië in een andere tijd. We gaan snel weer terug van de Euterpes. Die zijn kinderen noemt, ze waren niet zijn kinderen. Er was niet de biologische vader van die kinderen. En toch, op het moment dat ik hem opzoek, Chris Bloemhart heet hij, maakt hij me wijs. Of hij zit zichzelf al heel lang aan het wijsmaken dat hij eerst de bewoner is. En dat het zijn kinderen zijn. Nee, hij is in 1958 ingetrokken bij een gescheiden mevrouw met twee kinderen. Of hij is dement. Of hij ligt erop los. Of hij is alles, nou ja, dat kan te maken met dementie, van daarvoor vergeten, zeg maar. Maar het is wel opmerkelijk dat hij dat beweert. Ik heb het even over de afspraak die een week na het begin van het verhaal plaats zou vinden. Tijd genoeg om het troebele beeld van Chris Bloemhart scherp te stellen. Het geheugen is een verrekijker met vele lenzen. Het hielp me om in gedachten alvast klaarheid te brengen in een periode die ik steeds meer als een vorig leven ervoer. Kinderjaren in Amsterdam-Zuid, te midden van naoorlogse wederopbouwwoningen, de Stichtstraat in de enclave van de Rivierenlaan, sinds 1964 president Kennedylaan de grens vormde, met het pompstation van Dirk van der Mark als douanepost. Pompstation is er nog steeds. We lopen er zo meteen langs, maar het heet niet meer Dirk van der Mark. Aan de overkant, en daarmee bedoel ik deze contraille, begon een andere stad, die mij vervulde met een diep en onbestemd verlangen, maar waar het ook niet pluis was. De straten vernoemd naar ver waterlopen droegen nog steeds het duister van bezetting en vervolging in zich. Ook de glorieuze Rooseveltlaan en Churchilllaan, die de buurt daar als een vork omklemde, verwezen op hun manier naar zwarte bladzijden, evenals de Vrijheidslaan, voorheen Stalinlaan en voorheen Amstellaan. Wat een verschil met het tegelijk grijze en groene buurtje waar ik ben opgegroeid. Aanvankelijk grenzend aan boerenland met koeien. Liggen daar mijn oudste herinneringen niet begraven? In een ondergrond die uitnodigt tot archeologie in ruimte en tijd. En om het schimmenspel te schetsen, waarin de gestalte van Chris Bloemhart, langzaam zichtbaar wordt. En de gestalte van Chris Bloemhart, die langzaam zichtbaar wordt, dat is de ware, de echte. Het koekoeksjong. Waarover aan dit ornament, waarover ik vrij veel te vertellen heb, waar ik ook een band mee heb, kan je ook meteen het verschil zien tussen de vroege jaren 30 en de late jaren 30. Aan de overkant heb je de verstrakte Amsterdamse school,
dat de sporen draagt van de crisistijd. Er was geen geld meer, misschien ook geen materialen meer. Hier zie je aan de portieken en aan de gevels nog bepaalde ornamenten. Nou, deze stenen poppen, daar praatte ik mee als jongen van 3 jaar. Ik hoorde ze ook wat terug zeggen. Dan kan je vragen, heb je het er wel eens met je huisdokter over gehad? Maar het was een kwestie van kinderlijke fantasie. Ik kom terug op deze plek in Terug naar de Stichtstraat. En ik laat zich ook een verhaal afspelen. En nu gaan we van de werkelijkheid, want alles wat ik tot nu toe heb voorgelezen was waar. En wat ik hier ga vertellen, dat is niet waar. Om te beginnen heb ik hier zo'n boogvormig portiek aangebracht in mijn verhaal. Wat zeg je? Ja, dat portiek heb ik hier naartoe gehaald. Ja. Ja. En daar heeft niemand wat van gezegd. En ook Jos vond het goed. Ja. Dus. Nou ja, en dan heb je hierboven heb je die hoekerker. En daarachter speelt zich een drama af in het verleden, het oorlogsverleden van Chris Bloemhart, de fantast uit de Stichtstraat. En nou word ik zelf ook een fantast, want dat oorlogsverleden, dat heb ik uit mijn duim gezogen. Ik, dus de verteller, heeft een boek in handen gekregen, dat heet Geschiedenissen uit de Rivierlaan. En dat behandelt ook een verdacht sterfgeval dat ooit hier heeft plaatsgevonden. En waar ene Chris B. wat mee te maken had. Ze vertellen die ook niet in zijn eerste fantasie is gestikt. Die gaat hier naartoe. En dan komt hier in het verhaal de terugblik op de winter, de hongerwinter, het einde van de hongerwinter tevoorschijn uit de gevel. En dat omschrijf ik als volgt. De schemer begon in te vallen. Altijd dieper en zwarter na zo'n goud omrande herfstdag. Perfect voor de verbeelding van iemand zoals ik. Dan tekenen de omtrekken van het onzichtbare zich af. In die stemming bereikte ik de kruising van de Maasstraat en de voormalige Rivierlaan, waar het bronzen hoofd van president Kennedy somber over uitkeek. Ja, hij zit nou verstopt achter 3 blokken. Precies op het snijpunt van bezetting, wederopbouw en koude oorlog. Zelden een buurt meegemaakt waar wereldgeschiedenis en persoonlijke herinneringen zo aan elkaar raken. Ik bleef staan op de hoek met de granieten vrouwenfiguurtjes van wie ik als kind dacht dat ze tegen me praten. Daarboven de woning waar Chris en zijn moeder lang geleden hadden gewoond. Op hol te slaan en af te dwalen. Nou, laat ik maar eens even kijken wat ik over de Stichtstraat kan vinden. En ik ga naar via de Baroniestraat. Loop ik van het Europaplein hier naartoe. Voor dat bezoek aan die meneer, de kunstenaar, die heb ik geplaatst in portieknummer 18. Dat bestaat niet. Maar als u kijkt naar nummer 10 straks, dan weet u dat het zich daar heeft afgespeeld op de begaande grond, op de beletage. Ik dacht altijd dat te maken had met aanbellen, de beletage. Maar dat is de mooie etage, het komt uit het Frans, hè? Le beletage. Ja, nee, daar ben ik ook veel later pas achtergekomen. In deze werveling van herinneringen zweefde ik naar mijn afspraak. De achterkant van de voormalige Rivierlaan ongenaakbaarder dan ooit. Ik heb dit ooit vestingmuren genoemd. Ja. En dit buurtje, de vesten achter de Rivierlaan. Ja, zeker.
Even kijken, de machinekamer, halverwege de Baroniestraat, nog intact een reusachtig buizenstelsel. De kachel van de buurt met zijn schoorsteen, die doet denken aan een campanile. Heb je tussen de Montferlandstraat en de Sallandstraat. Een soort van machinekamer met een, ja, het is net het ruim of net de machinekamer van een schip. Maar de winkelpanden op de hoeken waren lang geen winkels meer. En dat wilde ik eigenlijk net ook vertellen over de Maasstraat. Dat was een winkelstraat met slagers, bakkers, kappers. Dat is gewoon ouderwetse. Een groenteman, ja, groenteboeren. Ja. Was Vork. Nee, ja. Groenteman. Hier had je groenteman Been in ieder geval. Been, Otto Been was Been, ja. Ja. Maar de winkelpanden op de hoeken... En hier was hetzelfde. Die had je straatleven vroeger. Ja. Met een voddenman, met een paard, de groenteboer, de bakker, de melkboer kwam met karren. Allemaal overal mevrouwen met boodschappentassen die met elkaar stonden te praten. Spelende kinderen, echte babyboom en de wederopbouw, zeg maar. Het is nu allemaal weg. Ja. Het is uitgestorven hier. Overdag en 's avonds. Heerlijk rustig dus. Ja. Ja. Nou, maar de winkelpanden op de hoeken waren lang geen winkels meer. Groentehandel Been was tegenwoordig een nagelstudio. Misschien op dit moment ook al niet meer, maar ja, kan je nou buitenlandse telefoonkaarten kopen of zo. Maar goed, de Zuivelhof er tegenover, een computerbedrijfje. Onvoorstelbaar dat dit buurtje ooit een levendig straatleven heeft gekend. En toch... En dan gaat mijn verbeelding weer met me op de loop. Als je goed luisterde, hoorde je ver weg weer het roepen van een melkboer. Een groenteman, een schillenboer, een voddenman, een bakker, een scharensliep. Kinderen, waarmee allerlei oude taferelen terugkwamen. Knikkeren, rolschaatsen, hoelahoep. Hoe mijn moeder vanuit het raam naast de voordeur, dat is dat raam, het eerste raam daar... Vanuit het raam, dat gooide ze open en dan gebeurde er dit. Hoe mijn moeder vanuit het raam naast de voordeur een bloemenkoopman, freesia's, blauwe druiven en tulpen op zijn kar liet afsnijden. Ja, die had je van bloemenkoop. Ja. Nu was het hier nagenoeg uitgestorven. Alleen in een binnentuin tussen twee flats zag ik een reiger in volmaakte stilstand onder de rode beuk, die ik nog als jong boompje had gekend. En toen, naar de laatste hoek, Maud, dat is die oude vriendin... Heeft ook echt bestaan, althans degene naar wie Maud gemodelleerd is, die woonde daar op dat hoekje. Op het volgende hoekje. Hoekje dat eigenlijk ja, het antwoord is op dit hoekje. Nog altijd leeftijdsloos, met haar kort geknipte peper- en zoutkleurige haar, dromerig aan een sigaret zuigend, groette ze me met een flauwe handbeweging en een droevig lachje, waaraan te zien was hoezeer ze mijn komst op prijs stelde. Er komt een tijd in je leven... waarin elk verzetje welkom is. Ik groette terug en liet mijn blik even ronddwalen. Wat een vertrouwd terrein was dit toch. Was ik er ooit wel weggegaan? Had ik alle jaren na mijn vertrek niet bij elkaar gedroomd? Het boek Zuidelijke Wandelweg, het einde van Zuidelijke Wandelweg. En dat doe ik omdat deze omgeving... Daar, althans een paar punten daarvan komen hier in voor. Ik denk nog vaak aan het brongebied van steen waar ik woonde. Soms is alles ver weg en onwerkelijk als een vorig leven. Soms heel dichtbij, zoals vanmiddag. Ik had in de keuken de radio aangezet en hoorde Herman van Veen een liedje van Ischa Meijer zingen. Amsterdam-Zuid, rivierenbuurt, straten stromen door mijn hoofd. Het ritme van de rivierenbuurt, waar alles stroomt. Tot en met de tramrails. Lijnrecht langs een onzichtbare liniaal in de Rooseveltlaan. Tikje glooiend in de Rijnstraat. In sierlijke bogen door de Hunzenstraat tot aan het eindpunt van lijn 25 in de Kennedylaan. Dat is heel nostalgisch, want die lijn is opgeheven en vervangen door een rare andere lijn 25 die naar Amstelveen gaat. Slaat nergens op. De tekeningen zijn klaar. Want ook in deel 1 tekent de verteller, heeft in opdracht topografische tekeningen voor het gemeentearchief dat toen nog aan de Amstel zat. Ik blader door mijn schetsboek en laat de grotere vellen...
in een map glijden. Morgen wordt het werk opgehaald door een koeriersdienst. Daarna brengen we onze dochter naar mijn ouders en gaan we naar het ziekenhuis waar mijn vrouw wordt ingeleid. Dit kondigt de geboorte van onze jongste aan, Nina uit 1997. Voor het laatst. De oranje knepperbol op de hoek van de Maastraat en de Churchillaan. De taxistandplaats langs de arcade waar de Vrijheidslijn, waar de Vrijheidslaan overgaat in het Victorieplein. Waar lijn 25, daar heb je hem weer, en lijn 4 langs elkaar schampen en onder ijselijk geschraap verdwijnen in de Rijnstraat en de Rooseveltlaan. Blauwe trams, grijze trams, heimwee, afschuw, zon, regen, februari, oostenwind die als een rasp langs mijn oren en mijn wangen gaat. Ik huppel door de Uiterwaardestraat. Ik ren voor Sil, ons kindermeisje, uit door de Maastraat. Op weg naar huis, op weg naar school. Aardige broeders, meppende meesters. Regenplassen in de gedeukte trottoirs. Waar ik inspring of waar ik overheen probeer te springen. Hard val ik op een door mij opgevroren en opgevroren sneeuw. Gepolijste glijbaan op het schoolplein, Boerstraat. Zomer, hortensia's in de perkjes voor de Lego flats, bedoel ik die buurt mee. Rode beuken en rozenbedden in binnentuinen die als kostbare tapijten worden bewaakt en waar het nog steeds verboden is om te spelen. Ja, vroeger had je hele chagrijnige buurmannen en buurvrouwen, die, ja, dat waren natuurlijk prachtige tuinen. Dat nodigde uit om te spelen, om verstoppertje te doen, om te voetballen enzovoort, maar dat mocht niet. Altijd wel weer een groot, boos, rood hoofd uit een raam dat ons probeerde weg te sturen. En dat, ja, dat maakte uiteindelijk deel uit van ons spel. Ja. Want dat was een reden om daar te blijven. Of om ook eens een keer bij die mensen, nu we toch kennis gemaakt hadden, belletje te gaan trekken bijvoorbeeld. Ja, ja. Warme schaduw. De Waalstraat, daar, in het perspectief, stil als een verlaten bergdorp. Aan het eind ervan, het Mirandabad, daar heb je de oude ingang. Het ruil vol kinderstemmen. Het ruikt er naar bloeiende liguster en vers gemaaid gras. De fietsenstalling. Het lijkt alsof hij het erom doet. De ijskoolman met zijn beige kar aan de ingang. Het front, dat lijkt op een rijtje boerenhuisjes ergens onderaan een dijk. En weer de granieten dagen. In november en januari, die raspende wind in mijn gezicht en een ander als een vuist in mijn rug. Slapeloosheid, gewoel in de nacht van zondag op maandag. Op naar school. Op naar de apotheek, op naar de Welpen, op naar tante Ilse in de Rooseveltlaan. Aan de Volkerakstraat, er is iets heel naast gebeurd in dit boek, probeer ik nu maar even niet te denken. Liever snuif ik een laatste vleugje Amstel in april op en luister naar de zwaluw en de merels boven het land. Verkeer in de verte, in de stad. Eigenlijk ben ik er nooit weg gaan voordragen. En ik wil jullie even wijzen op de synagoge, dat witte blok. Of de voormalige synagoge, want het Verzetsmuseum heeft er een tijdje ingezet. Ik geloof dat dorp Rivierenbuurt er nu in zit, maar dat weet ik niet zeker. Dat er er zit iets anders mee, maar het doet geen dienst meer als synagoge. Nee, veilinghuis. Veilinghuis, oké, okay, dankjewel. Ja. Ja, de synagoge zit nou vlak bij jou. Ja, half in de Boerenwetering. Ja, een soort van cruiseschip, ja, zeg maar. Is het de kindersynagoge is wel een synagoge. Die zit er nog achter. Ja, daar zijn de krullende, ja. Ah, ja. De heren met hoeden. Ja. Oh ja, ja, de orthodoxe. De orthodoxen, en, ja. Politiebewaking. Ja. Ja. Oh god, ja. Triest dat dat nodig is. Nee, de nieuwe synagoge is de liberale. Ja. Hoeveel Joden zijn hier weggevoerd in de... Uit de Rivierenbuurt alleen? 13.000. 13.000, ja. En dan met het stadion en Apollo, de buurt erbij. Nee, alles bij elkaar. Ja. Maar alles bij elkaar, een heel plan Zuid. 30.000, zeg maar. Ja. Dus ja, nou ja, op een gegeven moment had je allemaal spookwoningen. Waarvan een aantal is ingepikt door
goede zielen van buren die zich best wilden opofferen om die woning te bewonen. Ik heb een gedichtje. Mijn allereerste werk over de rivierenbuurt ga ik nou even voorlezen. Het gedicht heet Rivierenbuurt en daarmee is het allemaal begonnen in 1994. Heb ik voorstudies gemaakt in gedichten voor wat later romans geworden zijn. Het staat in de bundel Antiek Fluweel, net als Zuidelijke Wandelweg, alleen nog maar antiquarisch verkrijgbaar. Maar nog wel verkrijgbaar, kijk maar op boekhandeltjes, zelfs bij bol.com. Het is er allemaal nog. Rivierenbuurt. Vanavond op de kaart gezien waar ik het kind van ben, hoe groot het is. Wie niet begrijpt wat eenzaam is, moet daar een keer uit dwalen gaan. Liefst naar de laatste tram. Pleinen over waar portieken gapen, stapels erkers zij aan zij verrijzen in de nacht. Stapels erkers zij aan zij verrijzen in de nacht. Was Kafka architect geweest, dan had hij dit bedacht. Toekomst verandert in verlatenheid, nieuw in oud. Wie niet begrijpt wat eenzaam is, moet daar een keer uit dwalen gaan. Of thuis onder de lamp. Een aangename wandeling met jullie. Ik voelde veel betrokkenheid zeg maar, bij de rivierenbuurt en interesse. Gedeelde passie bijna voor deze toch wel heel bijzondere buurt. Het stond in het teken, ik heb uit meer boeken voorgelezen, ook gedichten. Stond in het teken van dit boek Terug naar de Stichtstraat. We zijn ook echt teruggegaan naar de Stichtstraat, daar heb ik het een en ander over verteld. Nou zijn we hier, bijna op het Merwedeplein. Nog even over dit boek, dat is verkrijgbaar bij mijn uitgever. Hij heeft een mobiel pinapparaatje bij zich. Ja. En ik heb een pen bij me om het te signeren. Heeft u het al, dan voelt u zich dan niet verplicht, tenzij u het een leuk verjaardagscadeau vindt. Zie, ik begin te stotteren van gêne voor iemand. Nee hoor, dat valt wel mee. Ik kan het aan. Dat is wat het boek, daar wil ik nog één ding over zeggen. Er staat daar een meneer te filmen, met een pet op. Ja. En aan die meneer, Jos Wiersema, is dit boek opgedragen. Ja. En hij heeft ook bij de presentatie in Zwolle heeft hij het eerste exemplaar gekregen. Dus doe mij een plezier, doe Jos Wiersema een plezier, doe mijn uitgever een plezier. En koop het, of koester een mooie herinnering aan deze middag. Ja. Mag ik wel een handtekening? Ja, tuurlijk. Komt zo meteen, want ik wou nog één dingetje doen. Oké, sorry. Wat zeg je? Nee, ik kan je wel een digitale handtekening sturen. Ja. Het gedicht heet Merwedeplein en dateert van voor de periode waarin het beeldje er kwam. Toen het nog iets geheimzinnigs had. Niet iedereen wist dat Anne Frank daar gewoond had. Merwedeplein uit 1994. Dus bijna 10 jaar voor dat het beeldje geplaatst werd op instigatie van boekhandelaar Jimmink. Delta met baantje. Nauwelijks vloed in het groen, waarvan het geruis de stad overstemt. Laatste rustplaats zonder gedenksteen. Behalve het silhouet van 12 etages. De wolkenkrabber als rots uit de bodem geperst, of een fabriek op leven gestookt. In deze rust tuimelt geen kind van het klimrek. Gevels blijven hier maskers. Geven geen troost. Alleen kronkelen takken omhoog als armen. Of rails. Op een dag in de lucht gevlogen. Dank jullie wel. Ja. 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 Ja.